Oké, okay, we gaan ons amuseren met Scratch. Um, dit is eigenlijk het eindresultaat dat we zouden willen hebben. Dus, uh, aantal huisjes per straat, laten we zeggen 10. Hoe groot is een huisje? Uh, 4. En hoeveel uh, rijen van huizen wil ik? 3. En dan krijgen we dus een potloodje dat verschillende huizen tekent. Hij tekent 10 in een rij. Hij gaat omhoog. doet het nogmaals. En de zijde is eigenlijk 40, uh, dat zal ik zo dadelijk uitleggen. Maar dus, dit is ons einddoel. Ik zet even een ander scherm op en dan starten we met het begin, namelijk het tekenen van een vierkant. Oké, okay, we beginnen met een nieuw bestand in Scratch. Eerst en vooral, als dat nog niet gebeurd is bij het wereldbolletje, kun je de taal op Nederlands zetten. Uh, je kunt dit hier al een, een naam geven. Stad. En we kunnen onze sprite hier al wegdoen. Eventueel kies je een achtergrond, dat is je eigen keuze. Ik zal even mijn venster een beetje opschrijven. Want dan kunnen we een nieuwe sprite kiezen, namelijk dat potloodje. Dus je gaat naar zoeken. Potlood in het Engels is pencil. Dus als je gewoon pen intypt, dan krijg je hier je potlood. Die is mega groot. We gaan de grootte aanpassen tot 10. Oké, okay, dat is het begin van ons uh, programma. Goed, ik ga heel even dit kadertje hier wat kleiner maken. Dat is gewoon zodat je hier alles mooi kunt zien. Ik zal mijn gezicht weer wat opschuiven. Zo. Oké. Okay. Het tweede wat je moet doen is hier die pen-optie toevoegen. Die pen-optie voeg je toe door onderaan te klikken en dan heb je hier pen staan en dan kun je die toevoegen aan je reeks. Oké, okay, doe dat even. Je kunt altijd het filmpje op pauze zetten natuurlijk. Bon. Dan willen we graag beginnen met een vierkant te maken. We gaan naar. Gebeurtenissen wanneer er op het vlaggetje wordt geklikt. Ik zal een klein beetje inzoomen. Wanneer op het vlaggetje wordt geklikt, zou ik graag willen hebben dat mijn programma de pen eerst en vooral alles wat ik al getekend heb in de vorige oefening verwijdert, zodat je kunt zien wat je nieuwe code doet. Ik zal een klein beetje terug uitzoomen. Hopelijk is dit duidelijk genoeg voor iedereen. Oké. Okay. En dan. Willen we graag een vierkant tekenen? We willen bewegen naar rechts toe en dan zo ons vierkant teken naar beneden toe. Dus, we gaan even kijken. Beweging. Eerst en vooral richten we ons naar rechts. En naar rechts, dat is 90 graden, dat staat al goed, picobello. Oké. Okay. En nu wil ik een aantal stappen nemen. Nu, jullie weten nog van vorige code dat die stappen zeer klein zijn. Dus we gaan hier eventjes overdrijven. 100 stappen. En om een vierkant te tekenen, ik heb 100 stappen genomen, dan moet ik mij 90 graden draaien naar beneden toe. Dus, naar beneden toe draaien, 90 graden. En dan ga ik weer 100 stappen nemen, 90 graden, nee, weer 100 stappen, 90 graden, weer 100 stappen. Dus ik ga dat herhalen. In plaats van dat hier nu telkens opnieuw te schrijven, ga ik even die blok apart zetten. Dit blokje apart zetten bedoel ik, en dan gaan we bij besturen kunnen we de herhaalmodule plaatsen. We gaan dat vier keer herhalen, want er zijn vier zijden aan een vierkant, en we zetten dat daar zo bij. Oké. Okay. Nu, we hebben nu nog niets getekend, want onze pen staat niet neer. Dus we gaan naar de module pen en we zetten de pen neer eenmaal dat we ons goed gericht hebben en we heffen de pen weer op eenmaal dat we klaar zijn met tekenen. Oké, okay, laat ons even kijken naar het resultaat. Dus vlaggetje klikken en je krijgt een vierkant die naar beneden getekend is. Hè? Dus je bent zo gestart en klaar. Goed. Nu wil ik graag deze code kunnen hergebruiken. Om die code te kunnen hergebruiken, dan maak ik een blok aan. Ik ga naar Mijn blokken en ik klik op Maak een blok. En mijn blok krijgt de naam Vierkant. En die krijgt een invoer mee, namelijk de zijde. Of dus de grootte. Je kunt kiezen: zijde of grootte. En je klikt op OK. Dus ik krijg hier nu een roos rood blokje. En ik kan daar code inschrijven. Maar ik heb mijn code al, die staat hier. Ja. Dus wat ik doe is: ik neem die code en ik hang ze hier vast. En de grootte. Uh, laat ons zeggen dat we intypen 5 of 4. Willen we dat eigenlijk maal 10 doen? Zodat het voldoende duidelijk zichtbaar is. Maar we willen dat de gebruiker maar een kleine waarde ingeeft. Ja? Dus hij gaat zich 90 graden draaien. Die 90 graden gaan blijven. Er blijven vier zijden. Dus het is enkel hier die 100 stappen die we moeten aanpassen. Om maal 10 te kunnen doen, gaan we naar functies en nemen we de maal. En de maal is een sterretje. Ja? En we doen 10 keer, wat dat de persoon ook in heeft van grootte. Oké. Okay. Als je dit nu wilt testen, dan kun je hier onderaan de code vierkant doen. En dan voert hij heel dit blokje hier uit. En je kunt voor het plezier nu eventjes een vierkant van 10 doen. Dus 10 keer 10 dat zal 100 zijn. En dan kun je nog eens een vierkant van 8 doen. En nog eens een vierkant van 6 doen. En dus die vierkanten, die zullen allemaal vastgangen aan de binnenkant hier van waar dat je potlot vertrekt. We zullen dat even tonen. Dus terug projecteren. Nieuw. Voilà. Getekend. 10, 8 en 6. Ziezo. Ja. Eigenlijk wil ik het vragen aan de gebruiker wat hij wil. Ja. Hoe doe je dat? Je gaat naar waarnemen en je stelt een vraag. De vraag is: wat is de grootte? En je wacht op een antwoord. Nu, om dat antwoord te kunnen vasthouden, moeten we een variabele maken. En die variabele die maak je bij variabelen. Ik maak een variabelen. En je typt grootte. En je zult die hier bovenaan in je scherm zien staan. Oké, okay. nu wil ik de waarde van grootte veranderen naar het antwoord dat ik krijg op die vraag. Oké, okay. hoe doe ik dat? Wel, ik ga terug naar waarnemen. En onder het minuutje vraag: hoe heet jij en wacht staat hier heb je een blokje antwoord. Dus om het antwoord te kunnen toevoegen aan grootte, plak je antwoord hierin. En nu moeten we ons vierkant niet 10 maken, maar we moeten hem zo groot maken of dat de gebruiker heeft gezegd bij grootte. Dus, we zullen dat even testen nu onze code. We wissen alles. We vragen, wat is de grootte waarop dat we ons vierkant moeten tekenen? We gaan die definiëren, dus je zult die waarde zien verschijnen in de linkerbovenhoek. En dan gaat die ook een vierkant tekenen van die grootte. Dus, groen vlaggetje. Wat is de grootte? Vraagt ons potloodje. Laat ons niet te groot nemen, want we gaan naar rechts toe. Dus we moeten ook de rand kunnen doen. Dus ik wil even een van 4 groot. Hup, voilà, 4 groot. Nog eens vlaggetje klikken. Wil je een andere grootte? Ik wil van 7 groot. Nog eens flauw te klikken. Ik wil van 15 groot. En je zult merken als ik iets te groot ga. Ik zal nu even overdrijven en naar 25 gaan. Dan zie je dat hij verkeerd tekent. Waarom? Hij wil verder gaan hier voorbij de rand. Maar dat lukt hem niet, want daar is de rand. En dus hij botst erop en hij maakt eigenlijk zijn vierkant verkeerd. Dus u moet oppassen als je tekent hier. Je bent beperkt in je schermgrootte. En je kunt dus eigenlijk niet veel verder doen dan dit. Oké. Okay. We keren terug naar de code, want wat ik nu graag wil, is dat jullie een, nieuwe, een nieuw blok of een nieuwe functie creëren. Driehoek. En de driehoek die krijgt ook een grote. Klik maar oké. Okay. Ik zal deze even van onder zetten. Die hebben we nu niet nodig. Ja... En de driehoek, die gaan we baseren op de code die hier onder vierkant staat. Dus je trekt die code even los. Je maakt een kopie aan. En je plakt die bij driehoek. En dan plak je de code terug bij vierkant. Op die manier heb je gelijkaardige code. Maar natuurlijk, het klopt niet. Hè? Dus we richten inderdaad terug naar rechts. Dus we gaan ook ons, onze driehoek naar rechts tekenen. Maar we gaan drie zijden tekenen. En we willen niet naar onder toe tekenen, we willen nu naar boven toe tekenen. Dus we gaan naar beweging. En we draaien in de andere richting. Dus deze doen we hier en die mag weg. En nu zoek je zelf uit hoeveel, over hoeveel graden dat je moet draaien. Het is niet 90, het is ook niet 15 zoals hier staat. Zoek zelf uit hoeveel, over hoeveel graden dat je moet draaien om een driehoek te kunnen tekenen. Als je de waarde gevonden hebt. Dan kun je hier bij blokken het blokje driehoek toevoegen. Met een bepaalde grootte. Ik zal dat even een klein beetje naar beneden duwen, zodat het iets duidelijker is. Ja, dus deze code. Als je driehoek klopt. En je gaat hierheen. En hij vraagt het opnieuw: wat is de grootte? Uh, 10 bijvoorbeeld, dan zou hij moeten hier een dak bovenop tekenen. Nu, mijn, ik heb op 15 laten staan, dus dit klopt niet. Dus het is aan jullie nu om uit te zoeken, hoe krijg ik hier een dak op. Dit is het einde van dit filmpje. Als je het dak gevonden hebt, dan gaan we verder naar de tweede oefening, namelijk het huisje.